mensen stemmen in Den Haag blaasinstrumenten die ze zelf gemaakt hebben. Een van hen is Ruud Pfeiffer. Hij leerde het ambacht van zijn vader, die zich in 1928 uit Tsjechoslowakije in ons land vestigde. Pfeiffer, die zelf een goed koperblazer is, maakt alles wat hem gevraagd wordt. Trompetten en trombones, bugels en bazuinen, horens, cornetten en tuba's. Hier is hij bezig met de zogenaamde machine van een bariton, een kleine tuba. Onder Pfeiffers vaste klanten zijn muzici van vrijwel alle symfonie- en jazzorkesten uit ons land, die zich vooral ook voor reparaties tot hem wenden. Belangrijk zijn maat en vorm van de klankbeker, die geleidelijk overgaat in de windingen van het buissysteem. De ventielen dienen, zoals bekend, voor verlaging of verhoging van de toon, die in hoge mate bepaald wordt door de mondstukbuis. Pfeiffer werkt in zijn bedrijf samen met Jacques Koppe, die een kundig rietblazer is. De buis wordt volgegoten met lood om te voorkomen dat er tijdens het buigen knikken optreden. Er komt geen meetinstrument aan te pas. Alles gebeurt met het blote oog. Plooien die tijdens het buigen zijn ontstaan worden weggehamerd, waarna de pijp door trekken in een gatenplaat zuiver rond wordt gemaakt. Het mondstuk wordt voor beroepsmuzici precies aan de stand van hun lippen aangepast. Ruud Pfeiffer en Jacques Koppe krijgen de meeste van hun vele klanten via mond-tot-mond reclame.